deze dag. Binnen hier in een aantal minuten komt hier de enige echte Sinterklaas! Ja, inderdaad. Dames en heren, hij had hier normaal gezien al moeten zijn.
Maar hij is hier nog niet. Nee. Maar we hebben daarvoor een plan bedacht. Frank, kom eens hier. Kom eens hier, Frank. Ik kan zeer moeilijk blijven stilstaan. Ik ben ongelooflijk zeer moeilijk. Ik toch eventjes staan. Ik ben heel moeilijk om te blijven staan, want ik ben Frank, zeer zenuwachtig. Frank, luister naar mij, Frank. Luister goed. Ik stel voor dat jij op de uitkijk zal blijven staan, Frank. Op de uitkijk zal staan en kijken of Sinterklaas eraan komt. En ik zal even vertellen, als je een man ziet met een mijter, als zo'n puntige hoed, een witte baard, en een rood kleed, dan kom je onmiddellijk naar hier om het ons te vertellen. Is dat goed? Dan zeg ik van, hij komt eraan. Ja, hij komt, inderdaad, hij komt. Ja. Hij komt, zal ik dan zeggen. Ja, dat is zeer goed, ja. Oké, okay, ja, mooi zo. Ja, andere kant, ik denk dat hij, ja. Deze kant misschien. Ja, deze kant. Jongens en meisjes, maar vooraleer de Sint komt, zijn er nog een aantal dingen die ik jullie moet vertellen, die wij jullie moeten uitleggen. Het is namelijk zo dat tijdens de komst van de Sint we natuurlijk een applaus zullen moeten geven. Ik heb gezien dat jullie al het gewone applaus kunnen, want dat hebben jullie daarnet gedaan tijdens de voorstelling. Ik ben even benieuwd of jullie het nog eens zouden kunnen doen, het gewone applaus. Jongens en meisjes, maar wellicht weten jullie dat, want het is waarschijnlijk niet de eerste keer dat jullie de Sint zullen ontmoeten. Maar voor oudere mannen is er ook een speciaal applaus. Het is het oudere mannenapplaus. Ja, inderdaad. U moet weten, dames en heren, dat de Sint al een heel oud man is en zijn oren dus ook wel zeer gevoelig zijn. En daarom zal Ginette nu even voortonen hoe het oudere mannenapplaus werkt. Volg even goed mee, zodat jullie het straks ook kunnen. We maken met onze rechterhand, steek even allemaal uw rechterhand in de lucht, als het misschien een heel klein beetje zalig mag. U maakt daar een kommetje van, zeer goed. En dan steekt u ook uw linkerhand in de lucht en u maakt daar ook een kommetje van. En u brengt die kommetjes heel zachtjes tegen elkaar. Zie, dit zal het even voortonen. En nu u allemaal, kijk eens inderdaad, kijk, nu hoort u het oudere mannen applaus. Zeer goed. Maar natuurlijk zal Zwarte Piet ook mee zijn. En Zwarte Piet verdient heel vaak een daverend applaus. Niet waar, niet waar? U neemt uw beide handen. U gaat die heel hard tegen elkaar klappen. Richt uw rechtervoet op. Uw rechtervoet op. Zie net u de voet. En u stampt die voet op de grond. En dan komt daar een heel erg moeilijk bij, namelijk het geluid. Dus Ginette, doe even het geluid. Als volgt. Doe even Ginette alles. Dat komt zeer, zeer, zeer goed. Nu moeten we nog iets vertellen. Een vraagje. Hij komt nog niet. Sinterklaas is momenteel bezig, speciaal voor de Grimbergse kinderen, rustig, Frank, zijn baard aan het kammen. Hij komt nog niet. Hij komt nog niet. Ik moest jullie vragen, dames en heren, jongens en meisjes. Kennen jullie het lied van Zie, ginds komt de stoomboot? Ja! Maar, dames en heren, wij willen dat vandaag met jullie op een zeer bijzondere manier brengen. We hebben speciaal voor Sinterklaas 3 versies gemaakt van het lied Zie, ginds komt de stoomboot. De eerste versie, en jullie moeten goed luisteren, want jullie zullen bij 1 van de 3 versies passen. De eerste versie is de versie voor schaapachtig brave kinderen. Kinderen die zo braaf zijn als schaapjes. Zo braaf. Als jullie zo braaf zijn als schaapjes, dan zingen jullie Ziegens komt de stoomboot als volgt. Ginette, zullen we dat even in duet zingen? Ja, we gaan eventjes een duet doen. Dat gaat als volgt. Ziegens komt de stoomboot uit Spanje weer aan. En jullie?
kinderen zijn. We hebben een tweede versie ook gemaakt. Tweede versie. En dat is de Ziegens komt de stoombot versie. Ik kom nog niet! Ik kom nog niet! Ik kom nog niet! Ja. Nog niet! Het is een bijna! Het is nog niet! Ja, dat is nog niet! Dat is nog niet! We gaan weer op post. Ja, maar is zijn beenspieren aan het losschudden. En misschien moeten we wel een stoeltje klaarzetten voor hem. Moet ik een stoeltje gaan halen? Ja, zeer goed. Ja. Ik ga een stoeltje gaan halen. Ja, oké, zeer goed. Hij komt nog niet, Frankie. Geen paniek. We blijven rustig. Frankie. Rustig. Frankie. Ja. Op de stoel. Op de stoel. Ik was dus aan het zeggen, jongens en meisjes, we hebben een tweede versie ook van Ziegens komt de stoomboot. En dat is de versie... Ja. Waar zit ik de stoel? Ja, oké, dat is goed. Mooi zo, mooi zo. Ik sta op uitkijk. Ja, dat is goed, ja. Ja, ik sta op uitkijk, ja. De tweede versie van de Ziegens komt de stoomboot, dat is de versie voor de stoere kinderen. Zijn hier ook stoere kinderen in de zaal? Gaan we even voortellen hoe de versie gaat voor stoere kinderen. Zijn jullie er klaar voor? Daar komt ie, hè. 1, 2, 3, ja. Ziegens komt de stoomboot uit Spanje mee aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas. Ik zie hem al staan. Hoe gebond zijn paardje. Oh nee. Hoe waaien de wimpels. Al hier en alweer. De derde versie van Ziegens komt de stoomboot. Ja, ja. En de derde versie, dat is de versie voor mama's en papa's. Zijn er mama's en papa's? Bijna! Bijna, maar nog niet! Bijna! Hij komt bijna! De bedoeling is... Bijna, maar nog niet! De bedoeling is dat je zegt dat hij komt. Ja, maar je is nog bezig met nog een... Hoe moest ik dat mee zeggen? Een laatste spiekeloosje met koffie aan het nuttigen. Alvorens hij naar de kinderen van Grimbergen komt. Ja, dat je wel. Bijna, maar nog niet. Emma. Oké. Oké, zeg dat. Ja, maar ga maar nog aan. Ga maar nog aan. Goed. Het is goed geworden. De derde versie, dames en heren. En dat is de versie voor mama's en papa's. Ja. Willen alle mama's en papa's even de hand in de lucht steken? Dat is zeer goed. Dat is de versie voor jullie. We gaan die even... Ginette en ik zijn een duet geweest. Dus het eerste deeltje zingen. En dan zingen de mama's en papa's het tweede couplet. Als we er klaar voor zijn. Oh!
En wie is Sinterklaas? Een zwarte pie! Jazeker! Dag jongeman! Dag! Met het mooie kostuum! Sinterklaas, u... Ik denk dat er een vergissing in het spel zit. Waar is uw paard, Sinterklaas? Mijn paard heeft vannacht een klein ongelukje gehad. Uw paard heeft een ongeluk gehad? Ja! Ja. En Sinterklaas, ik zie dat u vol bloed hangt in uw gezicht. Ja, wat is mijn verhaal van het begin? Ik heb verkeerd gekeken! Sorry! Breng even. Volgens mij is dat een vermomde zwarte piek. Ja! Breng meneer de zwarte piek terug in de koelissen. Breng hem terug in de koelissen. Dag, Frankie, zo
dat zal wel op ons staan. Als ik ja, dat is goed. Dag Sinterklaas, ook de heilige man. Ik ben zeer blij dat u er bent en ik moet zeggen, u ziet er schitterend uit vandaag. Prachtig, mooi kostuum. Sinterklaas, ik vroeg het mij af, hoe maakt u het? Slecht. Wel, even nadenken. Hoe maak je het? Hoe maak je het? Piet, hoe maak je het? Met gamma. Gamma! Dat is een grapje van de Sint. Ja, dat is een grapje van de Sint. Nee, dat is een grapje van de Sint. Is het Sinterklaas? Ziet u eigenlijk Grimberg in vraag? Wel, wat moet ik daarvan denken? Spanje is het warmer. In Spanje is het warmer. De daken zijn hier tamelijk goed, ja. Wonder bij wonder, er ligt geen sneeuw. Ja, want het is erg aan sneeuwen, hè. Nee, ja, ik kom graag naar Grimberg. Zoals ik in ieder zorgje graag ook ben. Ja, maar je komt wel niet verder. U bent Gino. Dat is Ginette, ja. En u bent? Ik ben Gino. Ah, dat is Gino. Ja. En ik ben Frank, meneer Sinterklaas. Ja. Ik ben zeer flink geweest. Ik ben zeer flink geweest. Zeer mooi, mooi gedaan. Ja, maar Ginette, ik moet daar staan. Ik moet daar staan. Moed van Gino. Beste Sint. Ja. U heeft het heel druk, Lu. Ja. Bent u iets moe? Nee. Pieter. Ben ik iets moe? Nee. Misschien een beetje. Want wij moeten altijd dat werk doen. Ja. Wij kruipen door de schaal. Ja. Wij zitten tussen de kinderen. Ik snap het juist. Heb je de pakjes al van onze Pieter gezien? Nee. We hebben de pakjes al gezien. Maar ik wou